De koe eindelijk zwerres laken we na een thuiswedstrijd van sportclub Cambuur. Een verslag van Andor Faber. Cambuur zet goed uiteind, want na goed 20 minuten voetballen is het Kevin van Kippensluis die hier de bal krijgt. En hij blijft heel rustig en zet de Ljouwers op 1-0. Een hele mooie jippe bal wie het van Daan Boerlagen. En van Kippensluis, ja, die speelt Simon mooi uit en zet de Ljouwers op voorsprong. Het wordt nog mooier, want 4 minuten voor het skoft komt de bal op een nij bij Van Kippensluis. Hij kan zitten, maar kan ik voorzetten. En dat dochter Sam Hendricks, de spits, is er heel rap bij om er 2-0 van te maken. Luxe voor Cambuur dat mij 2-0 het skoft ingeert. Sam Hendricks, hij kwam in de winterstoproer vanuit België. Maakte verliezen week zijn eerste goal en nu dus zijn tweede. Sterker nog, hij maakte zijn derde goal. Hier is er heel attent. Profiteert er van een foutje van Matthias Verret en zet hij Cambuur op een 3-0 voorsprong een kwartier vertierd. Verline Wieken maakt hij zijn eerste goal, Sam Hendricks, en hij liek het nou los te wezen. Oud topspits Ruud van Nistelrooy vergelijkte dat wel eens met een flessen ketchup. Ken jij de ketchup-theorie? Ja, iemand zei hem van de week tegen me. Als de fles helemaal open gaat, dan komt er veel ketchup uit. Ja, ik hoop dat er zo'n gat in zit en dat hij helemaal leeg loopt de komende wedstrijd. Dat zou mooi zijn. Jong PSV komt 4 minuten vertierd nog wel waarom. Ontrij Ian toch deze mooie goal van Lennart Daniels. Maar Cambuur wint deze wedstrijd. En het is voor het eerst zo'n 12 november 2018 dat de Ljouwers een thuiswedstrijd winnen. We hebben al een paar keer over gesproken. Dat je natuurlijk al een paar keer heel dichtbij bent geweest, maar het net niet over de streep hebt getrokken. Wat voor oorzaak er ook maar dan bij was. Dan is het wel lekker dat je daar wel een keer wint en ook overtuigend wint. En dat doet ons goed. Op dit moment staan we denk ik ook weer richting de play-offs. Staan we daar gewoon weer goed voor. Dat is ook weer de rare aan deze competitie. Maar positiviteit op dit moment.